Ja? Zo. Goedendag, brave borst. Ik neem aan dat gij behoort tot het groot leger van tot nog toe miskende genieën die menen de mensheid van tijd tot tijd te moeten verrassen met een opzienbarende uitvinding. Ja, meneer. Ja, was ik al bang voor. Gaat u maar eens even thuis zitten daar. Komt u maar eens even in en neemt u maar even plaats op het stoeltje daar. Eens even zitten daar. En ik mag misschien ook aannemen dat deze uitvinding, waar u misschien dagen, weken, maanden, pakweg, misschien wel jaren van heeft wakker gelegen, zich in deze oude, zij nog in zeer goede staat verkerende schoenendoos bevindt. Mooi. En nu tussen u en mij, zo dat heet, de conversatie eerst goed is losgebarsten, zij het mij misschien ook vergund even te mogen informeren wat u precies heeft uitgevonden. Een muisval. Stel u? Een muisval. Muisval. Eén ogenblik. Zal ik even de paperassen van de muisval halen. De waanzin, muisval. De hele wereld is barstens vol met muisvallen. Dat is A. Dat is B. C is D. Dat is de E. En F. F. En G en H. Moet dat hier de I zijn? I en J. En de kale men. Oh, ho. M. Ja. De M. Muizenhokjes. Muizenkooitjes. Muizenkooitjes. Muizenhokjes. Allemaal muizen niezen. Ach, ja. De muizen vallen. Beste brave kerel, moet je even heel goed naar me luisteren. Ik doe dit werk al ruim 40 jaar. En je begrijpt wel, in die 40 jaar heb ik allemaal de meest vreemde snoeshanen hier voor het hekje gehad. Hm? Duidelijk, niet? Kijk eens even wat ik hier heb. Hm? Zie je wat er staat? Ja? Lees het eens even hardop voor, met luide stem, hardop. Muizenvallen, precies. Dat wil zeggen, de afbeeldingen, de foto's van muizenvallen. Om even correct te wezen, 2971 verschillende muizenvallen. Hm? Muizenvallen in hout, in ijzer, in edelmetaal. En in geelkoper, in roodkoper, weet ik veel allemaal. Dan moeten zelfs ergens bij nummer rond 1600. Hier is er eentje, dus dat is waanzinnig geworden. We zien, kijk, een muisval. Met aan de binnenzijde, links en rechts, gestoffeerd met satijnen kussentjes, opdat de arme diertjes zich maar niet zullen bezeren. Kijk, 2971 verschillende muisvallen. Hm? En u komt nu bij mij als 2972ste bezoeker om mij te vertellen dat u ook een muizenval heeft uitgevonden. En moet ik uit hoofde van mijn functie u vragen, heeft u na mijn uiteenzetting nog behoefte om octrooi aan te vragen op uw muizenval?
Ja, zeker, want mijn muizenvalletje is toevallig het crimineelste muizenvalletje wat... Stop. In orde, beste kerel. Ik geloof u onvoorwaardelijk. Ik breng even het boek terug naar het archief, want u begrijpt wel... Orde moet hier heersen. Orde moet er zijn, uiteraard. Dan vind je de rommel nooit meer terug. Wacht even. Neemt u mijn schaartje even. Kan u die vreemde ambalage van u even losputteren? Huh? Vreemde, ingewikkelde toestand. Even het boek terug, want orde moet hier heersen. A, en B, en dit was de C en D. E, F. Lieve haar majesteit, niet. Hoe heet? Niet. Hoe zijn we gelegen? Bij de H? Bij de M zijn we weer. Die H was er helemaal niet bij. Bij de M. Juist zijn we weer bij de muizenhokjes, muizenkotjes en de muizenvalletjes. Alles staat weer onberispelijk op zijn plaats. Niet staat erop. Onberispelijk. Allemaal even onberispelijk. Hier. Gaan we weer. Is dat alles? Nee, dit is gewoon een plankje met een gleufje. Maar pas op, nu neem ik dit eenvoudige messie, hè, en dit plaatseer ik in dit gleufje. En aan deze zijde plaatseer ik dan een stukje oude belegen kaas. En wat gebeurt er nou? Nou komt er een muisje aangeslopen. Trip. Hij stapt op dat plankje. Trip. Hij kijkt over het messie en zegt... Hé, stukje kaas. En afgelopen is het. Formidabel. Och, hé, wacht eens eventjes, beste vriend. Kom nou, hier klopt iets niet. Oh, nee? Wel, nee. Stel je nou eens voor dat muisje voor jou... dat komt van de andere kant aangeslopen. Van trip. Nou, dan vreet u mooi jouw stukje kaas op. Zonder dat hij met dat mesje iets te maken heeft. Zeg, kom nou, dat is flauwekul, hoor. Die verdwijnt diep in de nacht. Die muis zie je nooit meer terug. Dit is uitvinding van Lichtenvecht, hoor. Ja, wacht u nou eens even. Ik heb u ook pas mijn eerste model laten zien. Zo te zeggen, de eerste fase, hè, waar ik een jaar lang aan gewerkt heb. Het is niet mogelijk. Ja, want kijk, wat heb ik hier? Ik heb geen flauwnoos. Dan moet u maar eens even kijken. Wat ziet u aan dit mesje? Hij gaat verderen, zeg. Er zitten allemaal gebieden scherpe kartels aan. Bah. Heel juist opgemerkt. En nu plaatseer ik dit gekartelde mesje in datzelfde gleufje. Hey, voilà. Ja, en aan welke zijde komt nu die kaas? Dat is nou juist het mooie. Er komt helemaal geen kaas meer aan te pas. Oh nee. Wel nee, helemaal niet. Want wat gebeurt er nou met ons muisje dat daar komt aangeslopen? Nou, ik weet het niet meer. Geef mij over. Nou, dood eenvoudig. Van welke kant ons muisje nou mag komen aangeslopen? Van trip. Hij springt op dat plankje. Trip. Kijkt over dat gekartelde mesje en zegt... Hey, vandaag geen kaas. Oh,